Welkom bij een korte test van de nieuwe SD-kaart. Dat was krap, maar dat ging perfect. Onderweg naar de BIOS. En omdat de BIOS alweer even geleden is, pakken we 3 films. Doctor Strange, uiteraard. The Northman, uiteraard. Morbius, dat is de laatste. Ik zat even te twijfelen aan die nieuwe... soort van Nicolas Cage speelt Nicolas Cage film. Maar volgens mij hadden we gekozen voor Northman, want die lijkt een stuk beter. Naar de BIOS pak ik eigenlijk bijna altijd de motor, tenzij het regent. Want parkeren is dan gewoon voor de deur en gratis. Maakt het zoveel makkelijker en het is een stuk sneller. Kevlar broek aan, schoentjes aan, zodat je daarna naar de McDonald's kan lopen en terug tussen je films door. Nou, gewoon nog een beetje een bochtje meepakken, zeg maar. Schoenen zijn wel koud. Ja, Morbius spreekt voor zich, ondanks dat er heel slechte reviews van zijn, wou ik toch mijn eigen oordeel maken. En Doctor Strange spreekt helemaal voor zich. We hadden ook nog Fantastic Beasts kunnen inplannen. Maar die wilde vriendin ook heel graag kijken, dus die gaan we sowieso nog een keer kijken. En bij kans, gezien we nu 1 keer in de 5 weken gaan of zo, de kans dat ik Northman en Morbius of Doctor Strange anders mis, dat is ja, dan wel groot. Ik heb gewoon niet de tijd om alles te kijken, dus vandaar geen Fantastic Beasts. Ik weet dat heel veel mensen Fantastic Beasts blokken vanwege het Johnny Depp Matt Mikkelsen verhaal. Eerlijk waar, Matt Mikkelsen, van wat ik heb gezien, speelt die rol fantastisch. Johnny Depp is positief geweest over Matt Mikkelsen, andere mensen zijn positief geweest over Matt Mikkelsen. Ik gun hem die rol, dus ik kijk die film wel. Aquaman 2, die film gaan we niet kijken vanwege het Amber Heard principe. En het mooie is van Grindelwald, hij shapeshift sowieso van persoon naar persoon. Johnny Depp was natuurlijk niet de eerste acteur die die rol speelde. Dus het is vrij gemakkelijk om de rol door een andere acteur te laten spelen. Aangezien hij toch dat shapeshift bij een gebrek aan andere term kan doen. Je hebt praktisch geen excuus nodig. Daarnaast is Perkamentus natuurlijk ook al door 3 acteurs gespeeld, hè? Dus. En ja, je krijgt wel wat mee van Johnny Depp, Amber Heard, rechtszaakverhaal. Zeker op de verschillende social media's. Is het haast niet aan het ontkomen, zeg maar. Hoe voorkom ik dat dit een te veel gekozen politiek verhaal wordt? Geen idee, door het gewoon te skippen en te zeggen, ik ben er. Doctor Strange. Is het Doctor Strange film? Marvel film. Kijk goed weg. Doe dit niet per se te lang. Ik had wel het idee dat er hier en daar wat humor in zat die echt geforceerd erin was gestopt. Het doet geen afbreuk aan de film, maar het voelde wel geforceerd aan. A la Guardians of the Galaxy Thor Ragnarok. We dachten dat is succesvol, laten we dat ook in andere Marvel films stoppen. Je hebt op sommige momenten wel direct door dat dat is wat ze willen doen. Nou, dat voelt het wat geforceerd. Toen Morbius. Niet zo slecht als wat de meeste mensen online zeggen. Maar ik heb wel het idee dat het einde wat afgehandeld is. Of het budget was al. Of het einde duurde lang en ze hebben erin staan knippen. Of whatever. Het einde voelde wel degelijk wat afgerappeld. Wat vlotjes. Ja. Hij verliest in de laatste 30 minuten best wel wat punten, om zo te zeggen. En dan de Northman. En dit is een film niet voor iedereen. Laten we dat voorstellen. En buiten dat nog een hele goede film. En Willem Dafoe is altijd een pluspunt. Zeker nu hij zelf de rol eruit doet. Hij is een theorie, ondanks dat hij totaal niet vergelijken is. Oh, mijn lamp is alweer gekocht. Northman is, ondanks dat hij niet vergelijkbaar is, beter dan Morbius.
is kapot. Ik werd er net op geattendeerd, ja. Ik had hem wel groot licht, maar ik doe niet met groot licht ronddraaien. Nee, helemaal niet. Nee. En achterlicht? Achter wel. Wow. En ik ben bijna thuis, dus. Ja, dan kan ik met je groot licht rijden. Je ja? Helemaal echt klopt. Oké, okay, goed. Dus, ben je bijna thuis? Ja, ik ben bijna thuis. Okay, nou, laat het maken, ja. Is goed. Fijne avond. Oh. En ik waag geen flauw idee op achterlicht, dus dat komt denk ik zo wel. Maar met die onthulling, bioscoopavond, voor de tweede keer in de rij, gestopt met politie. Top weer. Met dat verhaal, dank voor het kijken, ik sla hier links af.